Ik ben Eveline en ik ben 40 jaar. Ik woon samen met Tjaco en die kant op met Mats in Zwolle. En in 2013 heb ik de diagnose MS gekregen. Niet leuk, want hey, we willen allemaal niet ziek zijn. Maar eigenlijk was ik er wel heel blij mee. Want alle beestjes in mijn lijf kregen een naam. Ik had uitval, ik was moe, ik had pijn. Ja, en dan ben je toch blij dat het een naam krijgt. En dat is MS. Ik ben er niet blij mee. Ik noem het al mijn monster. Maar we leren ermee om te gaan. En dat is het belangrijkste. En dat we nu dus hier lekker met z'n drieën zo in het bos kunnen lopen, ben ik heel erg blij mee. Dus ik geniet. En ik ga jullie verderop uitleggen wat het met me doet. Of ik nog dromen heb. Je hoort het. Want de vraag is, hoe heeft MS mijn leven beïnvloed? Zoals ik al eerder zei, het eigenlijk best wel een positieve verandering, omdat ik weet wat ik heb. Maar daar ben ik in het begin heel verdrietig om geweest. Mijn werk, wat ik met veel plezier deed, 32 uur per week, en als ik een keer extra moest, ook geen enkel probleem, ben ik naar 16 uur gegaan. En van die 16 ben ik naar 0 gegaan. Nou, en dat is niks voor mij. Mensen die mij ook kennen, ik ben altijd in voor een actie en altijd in voor een spelletje of uitgaan. En dat zit er gewoon niet meer in. En dat vind ik denk ik het allerergste dat ik MS heb. Kan je wel zeggen, er zijn ook een heleboel positieve dingen. Positief is dat ik nu weer ben gaan tekenen. En dat kan ik vanuit huis doen. En ik teken. Ik maak huisportretten en dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En wat mij echt goed heeft gedaan, is deze jongen hier. Dat is Mats. 5 jaar geleden was ik bezig een rolstoel te bestellen en een loopfiets. En ik loop nu 7 tot 10 kilometer op een dag met hem. Nou, met dit prachtige weer is dat helemaal niet erg. En dat heeft mij heel erg goed gedaan. Nu ben ik ook nog met mijn voeding bezig. Dus ja, eigenlijk durf ik wel te zeggen dat ik nu op dit moment heel gelukkig ben. En ja, ik heb MS. En ja, dat is vervelend. Maar ik leer er wel mee omgaan. En ik heb het nu al zoveel jaartjes dat ik er een goede plek heb gegeven. Mijn persoonlijke oproep is eigenlijk oordeel niet te snel. Ik heb een keer gehad, kwam ik op het station aan en toen had ik slechte benen. Het was 's ochtends om 9 uur en dan krijg ik van een volwassen man, ik denk echt wel in de 50, nou, jij hebt ook al een aardige borrel op. Kijk eerst eens eventjes verder dan je neus lang is. En dat is eigenlijk mijn oproep voor alles, niet alleen voor mensen met MS. Denk eerst eens na voordat je wat zegt, want dat kan heel kwetsend zijn. Ik heb vrienden en vriendinnen verloren omdat ze zeiden, jij bent toch altijd moe. Totdat de echte vrienden, die snappen het. En ik vind dat heel lastig, dat mensen zo snel oordelen. Dus eigenlijk is mijn oproep, verdiep je als je vrienden of een kennis of verre vriend krijgt te horen, hey, die heeft MS. Het is geen spierziekte, het is een zenuwziekte, het is zenuwslopend. En ik loop nu weer. Je ziet het niet aan me. Ik heb geen krukken, ik heb geen rolstoel. Maar ik heb wel de hele dag pijn. En ik ben altijd moe. Alleen door wat ik nu doe, kan ik wel mijn leven weer volgen zoals ik het nu zou willen. Is dat een kwaliteit? Voor mij wel. Ik ben nu heel erg blij. En dat is voor iedereen. Het komt, echt waar. Ik geloofde ook niet dat dat zo was. Die eerste 3 jaar, maar het is wel zo. Dan heb je alles. Dan zie je ook alle beren op de weg die er helemaal niet zijn. En ga het zelf accepteren. Dus mijn oproep is, mensen, kijk eens wat verder dan je neus lang is. Ga eens verdiepen wat MS nou precies is. En voor degene die MS krijgen te horen dat ze het hebben. Echt, ik geloofde het ook niet. Maar het komt in principe goed. En veel sterkte. Er wordt me gevraagd wat mijn droom is. Nou, ik zou je zeggen, mijn droom is dat het huis wat wij gaan bouwen, dat er ook daadwerkelijk gaat komen. Een woning voor mij aangepast met een lift en helemaal groen, maar met 18 andere mensen. Dus heel sociaal. Dat lijkt mij heel gaaf.
Mijn droom is dat het met mijn tekeningen heel erg goed gaat. Mijn droom is ook dat we het monster gaan verslaan en dat we eens eindelijk gaan ontdekken waar MS nou vandaan komt. Dus, hoe kunnen we het monster bestrijden? En mijn droom is, ach, kijk om je heen. Dat is toch eigenlijk al een droom? Ik kan zeggen, ik geniet van de kleine dingen. En ik ben heel erg gelukkig, ondanks dat ik zo'n monster in me heb. Doei!